Goedemiddag, we staan hier in de Heilige Kruiskerk te Mortsel en bij mij staat pastoor Tom. Wat staat hier voor? We staan hier niet voor niets, zei pastoor Tom, want er gaat hier iets gebeuren. Kan je daar wat meer uitleggen? Absoluut. Op zondag 28 januari zal onze eerste tv-viering van de VRT hier worden opgenomen en uitgezonden, want het is natuurlijk een live-viering. We hebben er 3 dit jaar. De eerste is hier zondag 28 januari. Let op, wel om 10:00, dat is voor ons een bijzonder uur hier. En iedereen is welkom. Dus als u dat ziet, best een kwartiertje naar voren komen, dat je zeker uw plaats hebt en dat alles klaar is tegen dat de live-uitzending begint. 28 januari, 10:00. Ja. Want je zegt, er zijn er 3. Wanneer zijn die andere, Tom? De laatste zondag van mei in de Grot in Edegem en de laatste zondag van september in de Basiliek in Edegem. Oké. Hoe staat het ondertussen met het dossier van de Sint-Josefkerk, Tom, in Mortsel? Wel, de subsidie is goedgekeurd. Er is een bureau aangesteld. En nu, eind januari, zijn de eerste vergaderingen. Dus dat gaat stilaan lopen. Maar dat heeft dus een heel jaar nodig om uitgewerkt te worden. En zijn er nog andere activiteiten gepland dit jaar dat je kunt weten, zeggen? Absoluut. We hebben een project en dat heet Geef ze de 5, of de Big 5 eigenlijk. Omdat onze pastorale eenheid 5 jaar bestaat, hebben we 5 grote evenementen. Het eerste is ons vrijwilligersfeest op 1 maart. 16 maart een dankviering. Ik ben dit jaar ook 20 jaar priester gewijd enzovoort. Dus een paar mooie dingen om te danken. 18 mei gaan we op bedevaart naar Scherpenneuvel. 3 tot 6 juli gaan we op kamp naar de Meersel-Dreef. En 15 september doen we ons vrijwilligers... of grote feest voor de 5 jaar pastorale eenheid. En hoe kijk je terug naar 2023? Dankbaar. Ook daar zijn heel wat mooie dingen gebeurd. Onze zomerinitiatieven waren heel mooi. Ik denk ook aan 850 kaarsen in de grot. Dat was ook een hele fijne gebeurtenis. Ja, eigenlijk gaan er heel wat zaken heel goed en heel mooi. Goed, met onze laatste vraag. Paus Franciscus komt dit jaar naar België. Wat vind jij daarvan, Tom? Ja, spannend, hè? Allee, de paus komt niet zo dikwijls op bezoek, dus ik kijk er naar uit. Ik weet nog niet precies hoe en waar en wat dat zal zijn, maar we hopen dat hij een boodschap heeft van erkenning, bemoediging. Ik ben daar heel enthousiast en benieuwd naar, ja. Oké, hartelijk dank voor dit interview en mogen we met een tv veel succes toewensen. Heel veel dank. Dank u wel.